Landbouwers zijn als geen ander afhankelijk van het beschikbare water. Een innovatief voorbeeld waarmee ingezet wordt op die stijgende vraag naar kwalitatief water is het irrigatienetwerk van Inero. Op de site van het groenteverwerkend bedrijf Ardo in Ardooien werd een wateropslagbekken voor 150.000 kubieke meter gezuiverd afvalwater gebouwd. Dit project, dat steun kreeg van Interreg en de Vlaamse overheid, voorziet een leidingnetwerk van 25 kilometer en voert het water onder een constante druk van 10 bar rechtstreeks naar de landbouwpercelen van de aangesloten coöperanten. Een van de aangesloten landbouwers is Rick de la Meijeure, die sinds kort zijn bloemkoolvelden met deze methode irrigeert. Dus wij gebruiken water van Ardo die gezuiverd is via de coöperatieve Irero, die aangeleverd wordt op het land aan 10 bar. Dus we sluiten de haspel aan de landput. Dat is een spuitkanaal op de haspel, een groot monitoring systeem. Dus kunnen we de haspel volgen van thuis uit, hoe snel dat die gaat, hoeveel druk dat we hebben. Is er een probleem, gaat er een sms oproepen. Dus zo gaan we te werk dan. Landbouwers die willen investeren in regenwateropslag of waterbesparende technieken, kunnen rekenen op steun vanuit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds. De overheid geeft hiervoor een subsidie van 30% op het totale investeringsbedrag. Het gaat onder meer om de bouw van een waterreservoir of investeringen in sensoren zoals het Crodion-systeem, die de waterdruk en het verbruik meten. Voor echte innovatieve investeringen rond duurzaam waterbeheer is zelfs een subsidie van 40% mogelijk.